Ik ben dol op gebouwen met een ziel en een verhaal. En ik ga met Timo Kruft praten. Dat is de projectontwikkelaar die dit ding van Schiphol, deze dome, de Amsterdome, in Schiphol heeft weggehaald. Die is opgeslagen en die heeft hij hier neergezet. En dit gebouw is compleet sustainable, altijd verwarmd en gebruikt eigenlijk gewoon geen externe energie. Wat voor ruimtes hebben ze? Wat is het verhaal? Hoe bouw je nou eigenlijk zoiets? En echt een leuk verhaal achter een gebouw. Het is net klaar. En kijk eens wat een geweldige indruk geeft dit. Dit is toch weer... Amsterdam heeft alles, maar dit hebben ze nou nog niet. En laat eens even vragen hoe dit gebouw dan hier is gekomen. Zo, ik zit hier met Timo en Timo heeft de eigenaardigheid om gewoon allerlei gebouwen te willen opknappen en mooi te maken. En hij doet 1800 evenementen per jaar. Maar even dit gebouw. Wanneer is dit idee, dit crazy idee begonnen? Nou ja, het is begonnen eigenlijk in Barneveld. Wij bouwden daar een evenementenhal en de wethouder daar die zei ja, er moet eigenlijk iets unieks aan toegevoegd worden. Nou, vervolgens kwam er een kennis van mij die zei Timo, ik heb een oplossing voor jou. Een hele mooie koepel staat te koop in de Telegraaf, gewoon een advertentietje te koop koepel, een doom te koop en ja. Dat was de Schiphol-doom, hoe heette die ook weer? Het Aviodome. Aviodome, wat zat hier vroeger in? Vliegtuigen of zo? Ja, het was een luchtvaartmuseum, wat dus op Schiphol stond. En ja, dat heeft u met uw kinderen misschien nog wel eens een keer gezien. Ja, dus dat ding is 10 jaar geleden afgebroken? Ja, ongeveer 10 jaar geleden. En vervolgens hebben wij het opgeslagen. Wij hebben het gekocht van een kerk. En die kerk die had het gekocht om een nieuwe kerk van te maken. Die hebben het te koop gezet. En tegen de tijd dat dus die doom te koop stond, toen hebben wij hem gekocht en hem opgeslagen in containers. En nou, 5 jaar later hebben we hem herbouwd. Je hebt er 5 jaar over gedaan om eigenlijk te verzinnen waar en wanneer en hoe en dat soort zaken. Nou, dus je slaat zo'n ding op en die zit dan in containers. En dan ben ik heel benieuwd hoe je zo'n ding bouwt. En dan moeten we even naar binnen. Gaan we even kijken, want dat is een hele speciale plek waar het begonnen is. Dan gaan we eens even kijken, hoe bouw je nou zo'n ding? Je hebt containers vol met oude spullen. En dan, kijk eens, dit is de grote hal. Dat is eigenlijk een gebouw in een gebouw. En hier, dit ziet er een beetje uit als een interessant vierkantje. Waarom is dit vierkant zo interessant? Ja, hier stond dus de kraan en met die kraan hebben we volgens die koepel gebouwd. Oftewel, er waren tuidraden, daar hing dus de koepel in. En langzaam maar zeker zijn we schil voor schil daaronder en trokken we de bovenkant op. En vervolgens kwam die op een bepaald punt, staalbouw eronder, laten zakken. En toen kon vervolgens de toren afgebroken worden. Dus die kraan die ging helemaal hier dwars door het naar boven toe. En die stond daar gewoon een stukje koepel in evenwicht te houden. En toen moest er alles met bouten aan elkaar geschroefd worden. Ja, in totaal 88.000 bouten. 1100 delen. En die 1100 delen zijn allemaal aan elkaar gefixt. Ja. Geïsoleerd? Of is het allemaal nog ouderwets spul wat gewoon één fase is of één laag is? Nou ja, het is nooit ouderwets spul natuurlijk. Nee, het is hoogwaardig aluminium wat ze toegepast hebben in 1971. Dus het op zich de schillen waren heel goed, binnen en buiten. En wij hebben daartussen een isolatielaag opgespoten om te voorkomen dat het... en we hebben de koude brug opgeheven wat tussen de binnen- en de buitenkoepel zat. Okay, dus het is ook goed geïsoleerd. Al die dingen die zitten allemaal aan elkaar vast met koppelstukjes. En toen jij uiteindelijk dat ding aan het bouwen was, miste je er een paar. Hoeveel miste je er? Ja, we misten er ongeveer 2200. Dus echt alles wat er dus tussen de buitenschil in zat. Ja, en van de totaal hoeveelheid? Ja, nou, eigenlijk alle tussenstukken. Alle tussenstukken miste je? Ja. Ja. En wat doe je dan? Dat is echt, dat houdt het hele zaakje bij elkaar. Ja, we hebben dat uiteindelijk met 3D-printing opgelost. En het verhaal gaat, want we zijn dat uit gaan zoeken. En het blijkt dat een van de onderaannemers wat minder goed betaald is door de aannemer. In de tijd dat het afgebroken werd. En die heeft gedacht, nou we houden wel een containertje achter met die belangrijke koppelstukken ertussen. Dan komen ze vanzelf wel terug. Dus in plaats van 29 containers waren het eigenlijk 30? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En die is vervolgens failliet gegaan, die onderaannemer. Dus de curator heeft het allemaal opgeruimd. Nee, waarschijnlijk heeft daar dus die ene container bij gezeten. Jezus, dus, wat een gigantisch belangrijk stuk. Ja. Maar en 3D-printing, wat voor materiaal was dat? Het is uiteindelijk ook met metaal geprint. Dat paste ertussen. En heeft €70.000 gekost. Maar 30 euro per stuk? Ongeveer. Dat is niet veel. Nee. Voor metaal 3D-printing? Ja. Nou ja, ik vind nog steeds veel geld. Oh ja, ja, ja. Jij bent al, je vindt al gauw heel veel geld. Maar in ieder geval, dat moet ook. Maar, ja. Dus echt gewoon 3D-printing is heel nuttig om stukken van een oud gebouw weer erbij te halen. Ja, uiteindelijk kan je dus alles printen wat je maar wil. Als je maar een goed ontwerp hebt. Ja. Nou, en dat stond op papier. Dus we wisten wel hoe dat eruit zag. Ja. Het verhaal van de 2200 missing stukjes. Oké, dit is dus het auditorium. Hoeveel mensen kunnen we hier kwijt? Ongeveer 1000. En ja, daar kunnen natuurlijk staand meer in, maar 1000 zitplaatsen. Ja, staat dus concerten al heb je ook al gewoon in gepland. Ja. Het zou kunnen, theoretisch. Maar op dit moment concentreren we ons vooral op de congressen, de grotere evenementen, de corporates, ja, autoshows, dat soort dingen. Met name autoshows? Je hebt iets met auto's, hè? Je hebt al met heel veel, dat zijn wel klanten die ik voorbij zag komen. Ja, nee, die automotive is natuurlijk altijd mooi. Die hebben mooie dingen. Yeah. Ja, en dat vindt hier plaats, maar dan vindt hier ook gewoon een congres plaats over luchtvaart bijvoorbeeld. Ja. Of Immerse is hier geweest met de website van het jaarverkiezing. Stonden hier allemaal tafels in en kregen ze een 3-gangen diner. Ja, hoogwaardig. ING, ook gewoon de banken en zo. Is er nog iets speciaals met dat scherm daarachter? Is dat nog heel, is dat nog een hele bijzondere beamer of is dat gewoon goed spul, maar niks bijzonders? Er is hier niks recht. Alles is krom, dan wel rond, dan wel anders. Dus vandaar ook dat het scherm gecarved is. Dus dat betekent dat de zijkanten iets naar binnen, waardoor je meer een beleving krijgt. 17 meter, full HD, dus echt de top of de top. Nou, dat zien we dan nog wel eens een keertje even werkend. Maar er is meer hier. Goed, we hebben dus dit gebouw hier van 60.000 kuub. Het is behoorlijk koud buiten. Hoeveel energie gebruikt dit nu, externe energie? Tot 4 graden buiten gebruiken wij niks, 0. Want? Nou, wij werken met een WKO, dus een warmte-koude opslag. Dus dat betekent dat we de kou uit de grond halen als het warm is. En we halen de warmte uit de grond op het moment dat het koud is. Dus echt een reusachtige batterij van van meerdere megawatts, zeg maar. En zomers laat je die op met warmte. En dat wordt onder de grond opgeslagen. Ja, dat klopt. En eigenlijk draait er alleen een pomp om het door onze vloer heen te pompen. Ja. En die pomp wordt gevoerd door zonnepanelen. Dus je gebruikt gewoon helemaal niks. Ook het licht en zo is echt Nou, het licht wel natuurlijk. Want het is wel allemaal LED-verlichting. Maar ja, als er geen zon is, gebruiken we natuurlijk elektriciteit. Ja. We hebben geen gasaansluiting op dit pand. Nee. We hebben wel de stadsverwarming. Sorry. Hebben we hier stadsverwarming in Amsterdam? Ja. Ik woon hier vlakbij. Echt, geen idee. Okay. Ja, dit pand ligt op de grote stadsverwarmingleiding. Die vervolgens de stad ingaat. Of plekken hier naartoe voert. Want... onder de 4 graden moeten we die natuurlijk warm houden. Dan verwarmen wij bij met onze stadsverwarming. Dus die stadsverwarming die gaat gewoon... Is dat voor industrie of zo? Want dat is toch niet voor huizen? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ja, onder andere voor industrie. Onder andere wasserettes en dat soort dingen die daarop draaien. Geweldig. Maar oké, dus dat is het begin. Je gebruikt eigenlijk gewoon bijna geen warmte. En je hebt de zonnepanelen en je gebruikt een beetje elektriciteit. Maar alles heb je hier sustainable, een beetje... Of eigenlijk uit oude spul gerenoveerd. Wat hebben we hier allemaal? Nou, het belangrijkste is natuurlijk de koepel, want het is een tweedehands gebouw. Kijk eens even naar die koepel. Dat is echt ook. Ik zal nog even kijken. Ja, wat het leuke is, je ziet dat dit echt allemaal niet perfect is. En dat is eigenlijk gewoon verschrikkelijk mooi. Dat is echt gewoon van... Hoeveel van die elementen zitten hierin? 1100. 1100 van deze elementen, die allemaal gewoon aan elkaar ook geschroefd zijn. 88.000 schroeven. Niet gewoon nagels, nee, echt gewoon schroeven. Dat is inderdaad echt. En ik vind dat het gewoon niet oud is, dat vind ik echt gewoon heel mooi. Oké, dus dat is 1. Daar krijg je punten voor. Wat nog meer? Het mooie is dat in 1972 is dit gebouw gebouwd. En toen, de akoestiek is fantastisch binnen. Oh. En dat heeft te maken met dus de panelen die niet allemaal rond zijn. En heeft te maken met de gaatjes die erin zitten, waar dus dat akoestische materiaal achter zit. Dus de akoestiek is gewoon fantastisch. Maar voor de rest, de staattafels gemaakt van gerecycled plastic. Oké, dat is inderdaad eventjes... Kunnen we dat eens even gaan kijken? Gerecycled plastic. Waar komt dat vandaan, dat plastic? Nou, eigenlijk zijn dit de paaltjes die je door het hele stadsbeeld heen ziet. Van die plastic paaltjes die her en der staan. Die worden gewoon gemaakt van gerecycled plastic. Dus wat wij met elkaar gebruiken, dat persen ze. En vervolgens krijg je dit product ervan. Okay. De barren zijn helemaal gemaakt van de containers. Ja, hoeveel containers had je tot je beschikking? 29 en hiervan hebben we er 3 ongeveer binnen gebruikt. Oké. Ja, ik vind het heel mooi. Echt gewoon dat spul. Je ziet dat die dingen gewoon buiten hebben gestaan en overal is dit, ja, dit is weer van de schoonheid en dat soort dingen. Hey, en die vloeren, wat zijn dat? Ja, dit is een gerecyclede vloer. Zit 75% granulaat in. Dus zeg maar ja, gebroken puin. Dus van oude gebouwen en dat soort zaken. En 25% nieuw, omdat er voldoende binding in de vloeren moet zitten. Dus we hadden het liefst 100% gehad, maar dat ging dus niet. Technisch was dat niet mogelijk. Oké, wat is jouw... Ik bedoel, groen is hip, hè? Dus je hebt nu een mooi certificaat en iedereen en dan gaat allemaal weer dat maatschappelijk bewust ondernemen en zo. Maar ja, geen verwarmingsbil is natuurlijk ook wel gewoon een aardige. Is het ook gewoon tegenwoordig groen, is dat gewoon goede business? Ja, absoluut. Gewoon ook simpel de exploitatiekosten gaan naar beneden van gebouwen als dit. Maar daarbij vind ik ook gerecyclede materialen hebben leven. En leven, dat kan je alleen maar toevoegen met spullen die wat langere leven hebben. Ja. Dus anders is het allemaal nieuw. En in dit geval ademt het ook gewoon een bepaalde historie uit. Die je eigenlijk nooit kan toevoegen als je het helemaal nieuw doet. Ja, jij hebt een paar pandjes geloof ik, hè? Een stuk of 18 of zo, 20? Nou, op dit moment 19 en we zijn er 3 aan het ontwikkelen. Ja, en dat zijn nou niet direct gewoon moderne straight panden met, die gewoon recht toe recht aan uit de klei zijn getrokken. Ja, één daarvan wel, maar de andere 18 niet. En die ene hebben we ook echt, daar hebben we geleerd wat we hier nog verder hebben toegepast. En dat is echt om te kijken hoe je zo'n pand helemaal energie-neutraal kan krijgen. En nog mooier als het energie op kan wekken. In Barneveld hebben we een pand waar we meer energie opwekken dan dat we gebruiken. Energie plus. We gaan nog even kijken naar een ander leuk gedeelte hier. Die er echt een mooie zaal, die echt ook een beetje vrolijk eruit ziet. Kijk, hier stonden we nou net. En dan gaan we nog een beetje naar boven. En god, wat is die koepel van binnen toch heel mooi. Maar deze ruimte, die vind ik wel wat hebben. Dit vind ik echt gewoon lekker onder die koepel. Met inderdaad de akoestiek waar je gewoon helemaal niet voor hoeft te schamen. En wat is dit voor een ruimte, Timo? Ja, officieel is dit een foutje. En dat dit is een foutje, oké. Okay, ja. Een foutje. Ja. Hier zouden wij de technische installaties maken. Maar toen we aan het bouwen waren, toen dachten we, wat een fantastische ruimte. Zo onder die koepel. Eigenlijk de mooiste, dat zei u zelf ook al. Ja. Eigenlijk de mooiste plek van het pand. En dus we hebben besloten om hem met trappen weer toegankelijk te maken. Had dan wel wat voeten in de aarde met de gemeente Amsterdam. Want we moesten vergunningen krijgen. En achteraf dat paste eigenlijk allemaal niet in de eerste vergunning. Maar uiteindelijk net voor de opening hebben we ook de vergunning gekregen dat we hier mochten zitten. En ja, het is echt een fantastische ruimte geworden. En ook het feit dat iedereen hangt hier naar beneden om te kijken. Hoe ziet dat er dan beneden uit? Hoe ziet dat er hierboven uit? Elk koepelonderdeel is eigenlijk een beetje verschillend. Waardoor je ook gewoon... Je hebt heel veel te kijken hier. En het is een beetje surrealistisch, vind ik. Ja, ik vind dit, dit is echt gewoon echt, ja, dit is echt prachtig. Dit is echt waarvoor we deze koepel hebben gebouwd. Want anders maar dat was gewoon een afterthought. En dat was echt gewoon... Het had iemand niet van tevoren verzonnen dat dit een goed idee was, de architect. Nee, eigenlijk niet. Nee. En ja, we hadden al genoeg vierkante meters. Dus we dachten, ja, we hebben dit niet meer nodig. Maar dit is gewoon een ongelooflijke gave ruimte. Had jij opeens een idee. En ik hoorde al vaker, als jij een idee hebt, dan gaat het vaak door. Ja, dat is het voordeel hè, van de baas-eigenaar zijn. Dan mag je dingen er doorheen drukken. En dat doe ik geregeld. Ja, want soms komen we dingen tegen die je van tevoren niet bedacht hebt. En dan denk je, hé, daar kunnen we iets van maken. Hè. Dat gaan we doen. Ja, je hebt 350 mensen, 150 tijdelijk en 200 vast. Degene die zich bezighouden met ontwikkeling van panden en dingen. Dus niet met de operationele zaken bezig zijn. Hoeveel zijn dat van je team? Nou, we hebben echt een ploeg die echt nieuwbouw, renovatie en dat soort zaken doet. Er zitten een paar hele goede mensen in die echt heel weten hoe ze dit soort dingen doen. Man of 10 zijn dat bij elkaar. Ja, en ik zelf ben daar heel actief bij betrokken. Omdat ik het echt belangrijk vind dat je vanaf de basis het echt goed neerzet. Wij zijn ook echt van de details. Kun je ook zien, alle plinten, alles moet goed afgewerkt zijn. Stootstrippen overal, we willen het ook goed houden. En we willen ook gewoon dat het er echt fantastisch vanaf het begin uitziet. Tot en met de vuilnisbak, want dat is echt ook echt een klassiek exemplaar. Dat past ook helemaal bij het straatbeeld. Dat doet me nog helemaal denken aan het verleden. Oké, nou. Jammer dat hij uit Almelo komt, hè? Deze komt uit Almelo, deze. Nou, het zijn je vergeven. Hey, even van, ik wil een congres organiseren. Vanaf hoeveel moet ik dan ongeveer rekenen? Dus de basis is dat €10.000 per dag of zo, of 20.000. Plus de catering, plus alles. Maar waar moet ik ongeveer aan denken? Ik zou het echt niet weten. Oh, je bent niet van sales. Nee, en dat wil ik ook heel graag zo houden. Nee, ik ontwikkel mooie panden. En dames en heren, als u hier een congres wil hebben, dan moet u even sales bellen. En dan gaan die een goed gesprek met u aan. En dan komt daar wel weer een offerte uit, zeg maar. Hoeveel zit je met deze Amsterdome? Hoeveelste locatie? Of? Nee, hoe vol zit je al gewoon? Het aantal evenementen voor 2019, denk je? Zijn dat er 10, 30 of 50 of 100? Nee, we zitten denk ik nu op iets van 20. Maar we zitten natuurlijk nu in februari. We zitten ongeveer op, we hopen richting de 100 te gaan dit jaar. Maar dat zou fantastisch zijn bij het eerste jaar. We zijn echt zeer tevreden met hoe het nu gaat. En nog belangrijker vinden we natuurlijk de reacties van de klanten. En nog belangrijker vinden we ook dat het gewoon goed loopt, smooth loopt. Loopt zoals een evenement hoort te lopen. Oké, we hebben nu grote ruimtes. Hartstikke leuk. Maar dan willen we natuurlijk ook gewoon persoonlijk en samen een beetje gewoon met elkaar gaan kijken. En dan hebben we allemaal de subs. Ze hebben hiervan subruimtes. En nou, dat ziet er mooi uit met hout. Schermpje erbij. En een leuk patroon aan de muur. Wat is dit, hoeveel van die subs heb je? Ja, circa 10. Ja, met de andere ruimtes erbij zeggen we altijd, we hebben 16 ruimtes totaal hier in dit pand zitten. Ja, en het bijzondere van deze subruimtes is, zijn gerecyclede stoeltjes. Ja, dat zie je inderdaad echt ook wel mooi. Dat is wel echt een prachtig, ziet er leuk uit. En ook weer die vloeren natuurlijk. En ja, wat is dat hier aan de muur? Dat is echt ook wel weer... Grappig gemaakt. Ja, dit zijn ook weer die patronen natuurlijk die je in die koepel terugvindt. Maar hier hebben we dus ook een heleboel andere patronen van. Dus we hebben dit gerecycled bamboe. En dat schilder je mee in je ruimte. En dat plak je gewoon per stukjes van 25 bij 25. En de puien, daar hadden we het in het begin al over. Dit zijn belastingdienstpuien. Nou, mooier kunnen we het niet maken. Ik wou zeggen, van, ik voel me helemaal verbonden met de blauwe envelop die hier vanuit straalt. Ja? Ja, en het mooie is, je krijgt nog wat terug van je geld wat je erin gestopt hebt. Dus, en ja, deze puien stonden in het belastingdienstkantoor in Hoofddorp. We hebben ze bekeken, toen dachten we, kunnen we iets mee? En we hebben ze ingepast in het ontwerp van, en er zijn wat dingen aan toegevoegd, wat glas aan toegevoegd. Maar het zijn gewoon oude puien, dus vandaar dat de deuren ietsje lager zijn dan 2,60 meter. Oh ja, nee, ik weet niet wat de maat was normaal. Was mij niet opgevallen. Ja. Hey, even over het tijdplan. Je hebt 10 jaar geleden die droom gekocht. Die droom of die dood? De droom. Ja, nee, ik heb hem zelf in 2012 gekocht. 2012. En hij is in 2002 ongeveer afgebroken. Dus een jaar of 15 geleden, zo in die buurt. Okay. Wanneer heb je de container? Wanneer ben je plannen gaan maken actief? Nou ja, er kwam dus die man bij me en die zei, ik heb die droom te koop. Kijk er eens naar. Nou, wij gingen er naar kijken. Vervolgens dachten, dat is een mooi idee. Ja. Toen hebben we blind voor 29 containers gewoon. Voor circa €250.000. Dus was nog best veel geld. Vind je veel geld? Kom op. Dat is toch niet veel geld? Dat is toch echt een koopje? Maar je moet wel durven dromen met die doon. Ja, het had ook niks kunnen worden. We hadden ze ook zo weer weg kunnen gooien. Ja. Dus 29 containers, zit een dome in. Je weet niet precies of het compleet is. Bleek ook incompleet te zijn. Dus we hebben met een 3D-printer een aantal onderdelen bij moeten printen. Ja. Dus kortom, het was wel een gok. En wie kan dat ding nou bouwen? Ja. Nou, daar zijn we op zoek gegaan. Hadden eerst iemand in die kassen verhoogde. Dus een kas was 3 meter en er moest 5 meter worden. En zetten ze speciale apparaten op en dan verhogen ze het hele dak in één keer. Nou, die man zag dat wel zitten. Toen later kwam hij daar een beetje op terug. Want toen zag hij dat het toch wel vrij ingewikkeld was. We hebben uiteindelijk een gelegenheidsaannemer gevonden. Die zei van, nou, we gaan dat ding in elkaar zetten. En nou... Dat was de prijs of moest je daar nog wat risicoopslag op hebben? Ja, dat mag ik niet vertellen. Maar nee, we hebben wel gewoon variabele prijs. Dus dat ja, vind ik ook wel een goeie. Ja. Oké, en wanneer ben je dan zeg maar met de plannenontwikkeling echt begonnen? Dus serieus dat je echt bent gaan tekenen? Ik denk na een jaar of 3. 2015? Ja, en dat was dan hier in Amsterdam. Want in Barneveld mocht ik hem bouwen. Had ik een bouwvergunning, alles was uitgewerkt. Alleen we uiteindelijk hebben gekozen van ja, weet je... De koepel stond in Schiphol. Gaan hem niet naar Barneveld brengen. Moet hier in Amsterdam weer terechtkomen. Nou, nee. Heb je dit plekje gekregen? Heb je dat gevonden? Ja, er is een scout geweest. We hebben een scout benaderd. Amsterdam met de vraag, we zoeken grond. Haarlem en Meer had interesse. Amsterdam had interesse. Zijn we uiteindelijk gaan zoeken naar een goede plek. Onze voorwaarde was dat die gewoon vrij blijft staan. Dus niet tussen gebouwen ingeklemd. En onze voorwaarde was dat je hem ook gewoon goed kon zien vanaf alle plekken. Nou, dat is hier gelukt. Er komen hier nooit gebouwen omheen. Hij staat hier vrij. Ontwikkeling van Sloterdijk is natuurlijk vrij groot. We hopen dat dat verder zich helemaal netjes transformeert tot een fantastische plek. Ja, maar het is ook echt wel heel leuk. Want als je kijkt hier, van aan de ene kant... rij je hier gewoon voortdurend treinen langs. Echt, de ene de andere die rijdt hier langs. Dus je kunt gewoon echt niet missen als je hier bent. Aan de andere kant heb je die nieuwe A5. Ja, leuk verhaal. Toen wij aan het bouwen waren, en je ziet nu ook het terrein straks langskomen, is dat die mensen gewoon letterlijk met hun neus tegen de ramen... Ja, kijk eens even kijken. Hier zie je hem zo, ja. Met hun neus tegen de ramen aan het kijken waren wat wij hier aan het doen waren. En ja, je kijkt er echt fantastisch op. En ik kreeg echt filmpjes van mensen vanuit de trein. Ah, ik zie hem. Nou ja, kortom, echt wel heel erg gaaf om... Wanneer ben je begonnen met bouwen? September 2016... Doe ik dat goed? 2017. September 2017 begonnen met de bouw. En toen echt met de koepel bouwen in januari, februari 2018. En op 1 december 2018 is het opgeleverd. Goed, dus echt iets meer dan een jaar. Nou, dan reken je heel positief. Anderhalf jaar. Ja, nou, anderhalf jaar vind ik echt gewoon hartstikke van de... Nee, maar omdat het ook echt... Het is oud spul. Je weet niet allemaal wat je tegenkomt. Het is echt gewoon van... Tegen de bouwers zeggen. Die vonden het allemaal nog eigenlijk ook dat ze het heel goed gedaan hadden. Ja, maar, dat was een mooie warmteopslaginstallatie erin en zo. Ja. Was dat nog, gaf dat nog probleem? Was dat gewoon standaard tegenwoordig? Je kunt echt gewoon zo'n warmteopslag onder de grond kun je prima doen. Ja, dat moet je wel toestemming voor hebben. Natuurlijk provincie en ook mag niet over alle plekken in Nederland. Je hebt ook twee verschillende systemen, een open systeem en een gesloten systeem. Het is open, hè? Dus je spuit gewoon warm en koud water de grond in en haalt het daarna weer uit. Dat klopt. En dat zit hier gewoon een bassin onder. Ja, we hebben een heel groot vlak waar dus al die pijpjes in zitten waarmee ze het ophalen en er weer inbrengen. Dus ja, en dat werkt gewoon echt supergoed. Ja. Ja. Dus, gewoon echt geen energiekosten nu. En terwijl het gewoon hartstikke koud is. Super. Nou, het verhaal wordt ook een beetje verteld. Nieuw is not always beter. En dat verhaal moet je dan vertellen. En ik vond het wel leuk, in de toiletten hebben ze allemaal oude tekeningen en oude begrotingen. En nou, hier zie je ook weer gewoon van een prachtige muur. Wat is dit? Ja, dit is een oude tekening die dus het oude ontwerp, maar ook een deel met het nieuwe ontwerp er nu in. Ja, dit waren allemaal details van de constructie en van koven voor gordijnschermen tot nou ja, het echte ontwerp zoals die in 71 is gedaan. Ja, ja, het is gewoon echt super. Nou, vervolgens wij gingen hier bouwen. Het was geopend. Het kwam er een mailtje via onze website binnen. En dat was de dochter van de architect die dus in 71 dit gebouw getekend heeft. En zij kwam hier binnen en ze had tranen in de ogen. Toen kwam ze bij deze tekeningen. Toen zei ze, dit zijn tekeningen van mijn vader. Papa, ja. Papa heeft hier gewoon die tekeningen gemaakt. Oh. Dus dat was echt heel erg leuk. Het was onroerend. Het was mooi dat zij zoiets had van, als hij dit had gezien, was hij super trots geweest. Gewoon op het feit dat zo'n gebouw zo'n tweede leven krijgt. Ja, en dat is wel wat wij natuurlijk continu doen. Al is het een kasteel waar vroeger mensen in woonden, waar we nu feestjes houden, tot een koepel die je opnieuw opbouwt om er een andere functie aan te geven. En dat is natuurlijk wel het leuke aan ons werk. Nou, dat vind ik dus een hele mooie registratiebalie. En hier zie je dus ook het Aviodome. Het prachtige Schiphol. Het museum wat daar is. Nou, we hebben altijd interesse in bijzondere panden. We hebben er nog 3 in portefeuille zitten waar we nu bezig zijn. Dat is een oud landhuis in Amersfoort. Dat is nog een oud EHBO-gebouw in Ede. En we hebben nog in Rotterdam een notarieel archief gekocht. En nou, daar zijn we met de vergunningen bezig. Vergunningtrajecten duren enorm lang in Nederland. Ben je nu langzamerhand ook aardig goed in geworden, denk ik. Ja, en je hebt ook, en de gemeentes geloven je nu ook wel dat je ook iets moois neerzet. Zeker, maar soms duurt het dan nog steeds 5 jaar, ondanks dat wij het dan zijn. Dus het maakt weinig verschil. Ja. Maar je hebt wel, je bent minder gefrustreerd. Bij de eerste bouw denk je, dat ga ik in een paar maanden voor elkaar fixen. Bij de tweede denk je, het duurt een paar jaar. En bij de derde denk je, geen verwachtingen, komt goed. Nou, en daar zitten we nu op. Hey, even nog een paar vragen. We hebben de financiële crisis gehad. Was dat goed voor jou of was dat een ellende eigenlijk? Fantastisch. Prijzen gingen enorm naar beneden. Ja, onderinvesteren. En dat vonden we leuk om te doen. En iedereen wilde met ons werken. En dat was... Dus ondanks dat gewoon een financiële crisis, jij kreeg die banken wel zover dat ze gewoon... je had genoeg track record. Voor ons maakt het niet zoveel uit of er nou crisis of geen crisis is. Nou ja, heel goedkoop geld en lage prijzen is niet echt een super slechte combinatie. Als je cyclisch kunt investeren is dat helemaal niet zo slecht. Nee, zeker niet slecht. Nee. Alleen als de crisis weer voorbij is, dan krijg je ook meer klanten. Want dan worden we gewoon meer evenementen gehoord. Ja, daarom. Maar je kon ook tenminste nog bouwen. Hè? Je kon bouwers vinden toen in die tijd en zo. Nou, de anticyclist werken, dames en heren. Even nog, hoe verdien jij je business? Is dat evenementen? Is dat vierkante meters verhuren? Is dat complete concepten? Wat is jouw... Ja, dat vraag ik me soms ook af. Nee. Wij verkopen echt het complete product van techniek. We hebben een eigen techniekpartij. We hebben een eigen cateringpartij. We hebben onze eigen panden, eigen meubilair. Mensen kopen hier echt het product onzicht. Tuurlijk komen ik kan niet met mijn eigen cateraar aankomen. Sommige locaties wel van ons. Daar maken we een onderscheid in. Ligt aan de locatie, want wij willen natuurlijk goed en mooi houden. En we maken ze ook zo dat je gewoon vaste barren hebt, vaste keukens, vaste inloop. Om het zo te maken dat het ook gewoon goed werkt. Mm. Ja, daar verdienen wij ons geld mee. Ja, en, maar gewoon complete concept met alles erop en eraan. Ja, maar soms ook maatwerk. Want grote corporates willen natuurlijk ook gewoon dingen op maat hebben. Ja, daar gaan we in mee. Hoe lang ben je hier al mee bezig? 26 jaar. 26 jaar. Maar wat ga je nou eigenlijk doen als je groot bent? Hetzelfde. Ja, je blijft dit gewoon doen tot je pensionering? Gewoon, is dan niet de droom om eens een keer in Londen iets leuks te doen? Of een Berlijn of een paar andere... Je blijft lekker in Nederland. Nou, dat niet. Maar ik zou het wel leuk vinden om in het buitenland ook dit soort dingen te doen. Maar het is de combinatie van ontwikkelen en vervolgens het ook exploiteren. En het gewoon ook goed doen. Weet je? Dus zo'n gebouw is fantastisch als het er mooi uitziet. Maar als er niemand in komt, ja, dan hebben we er ook niks aan. Ja, hier komen wel mensen. Dus dankjewel Timo voor je tijd en het verhaal achter de koepel. Dit is echt gewoon Amsterdam. Je kunt het gewoon niet missen, vlakbij Sloterdijk. Het is echt u zult hier nog wel een evenementje gaan meemaken.